in deze nieuwe video aan Bolstar. Vandaag is mijn petekindje hier en zo. En we zijn een beetje ziek. We zijn wel leuke activiteiten aan het doen, dus hij gaat nu eten. Maar hij is ondertussen bezig met de buggy. We hebben het eten vorige keer gebruikt en hier staat hij nu de buggy te gebruiken. En dat is natuurlijk op zich wel heel grappig. Ik vind het perfect dat de buggy hier staat. Dus het is een helper. Zet hem op de juiste plek. Doe maar. Zo. Dus dan moet ja, dat bakje ligt er nog. We moeten een nieuwe pies hebben voor het internet. Dus... maar dat is goed dat ze ook spakels heeft. Dan leert het ook. Dan leert hij het ook. Toch eens terug waar hij moet zijn. Hij gaat hem fietsen. Dat en zo, tot morgen. Da-da. En hier heb je natuurlijk onze muffin. Altijd vuitig en nee. Ja. Kom eens. Onze muffin. Ja, mag nu vrij rondlopen. En vanavond gaat hij daar terug in slapen. Geef hem maar eens een knuffel en zo wrijft hem maar eens. Doe maar. Wrijf maar eens. Doe maar. Kijk die oogjes. Ze kennen elkaar al 3 jaar, hè. Ze zijn bijna 3 jaar en mijn muffin is bijna 3 jaar. Dus ze kennen elkaar al heel veel meer van lang. Dus dan is dat ook gemakkelijk om het doen. Ga je straks mee naar de winkel om stro te halen? Ga je straks mee naar de winkel om het stro te halen? Als je er van hier tegen. Laat me openstaan en zo. Bakker. Eet maar. Eet je boterhammetjes maar op. Dat zijn mooie broodjes. Van Marie en Samson. Kijk. Ja, de boterhammetjes maar lekker op. Oh, menu. Het is maar lekker op. Kijk. Lekker. Het is maar 1 per 1. Kijk. Ja. Neem maar eerst 1 boterhammetje. En doe maar lekker op. Ja, pak maar eerst 1 boterham. Eet die maar eerst op. Het is ondertussen gelukt om te eten. Ik heb een bordje gegeven. Het is altijd een beetje zoeken hoe ze wilt eten, hè? Ja. Ja. Zit de kat hieronder misschien? Zit ze hieronder de kat? Eerst wat te kijken. Kakak. Nee, dat is geen kat, dat is een konijn. Dus ik kon ze gaan lekker laten eten nu. Plots. Wat gaat hij in de garage doen? Laat eens zien, wat doet hij hier allemaal in de garage? Kijk. Toon het eens, wat doet hij in de garage?
Daar staat Peter niks van, hè? Moet er nog eens opzetten? Peter, deze opzetten, wacht. Op de fiets. Kijk, is het op de grote fiets? Ze had er natuurlijk al naast, ik sta hier. Dus hoeft je geen zorgen te maken, dat komt allemaal goed. We doen dit vaker, hè? Ja, we doen dit vaker, hè? Ja, op de grote fiets. B. De B dan. B. Bal. 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 En beer. En ze zit dan zo op de fiets, hè? Superleuk. Hij vindt het superleuk fietsen. Dat is echt dingen. Peter zelf al zocht achter een handfiets om hem te leren fietsen met een trappertje. Maar hij vindt het dus ontzettend leuk. Ja, dat zijn natuurlijk ogen, dus ik zie niet echt zoveel. Maar jij neemt me bijna niet buiten, nee. Ik rijd me bijna niet buiten. Ik ben nog wel spelen. Hij zit nu op de grond. En hij heeft al heel veel gekleurd, zie ik. Toepie moet erop. Toepie, waar is Toepie? Ja, heel veel gekleurd. Als je handtekening er maar op. Ja. Je moet niet opnieuw. Ja. Ja, hoe doen we dan met de stift als we daarmee klaar zijn? Toepie erop. Een bladje papier. Teken maar niet op de grond. Nee, we tekenen nog wat meer, hè? We tekenen nog wat meer. Dit is je handtekening van Enzo. Je hangt helemaal vol met stift. Ja. Pakken. Hij pakt een andere kleur, maar je moet wel het toepje op het stift zetten. Dus droog de stiftjes uit. Pak maar een andere stift. Toepie erop. Nee. Niet op de vloer, hè? Op het papier, hè? Ja. Ja. Mm.
Moet hier eens spreken. Schamelijk. Ja, nou. Hoe is de leeuw? We zijn lekker. Een leeuw, wat doet een leeuw? Wauw, doe eens naar leeuw. Doe eens een leeuw nou eens. Wat doet een leeuw? Ja, we zijn al te slaap aan het gaan. En we zijn een paar vragen aan het stellen. Ja, ook een paar. Heel schokkig. Ja. Wat zijn ze? Gaat er op, ja. Probeer maar. Goed zo. Ja, doe maar. Is het leuk hierop? Ja? Visjes. Hier zitten visjes, hier zitten. We zijn nog aan het kijken. Stop je iedere keer. Buiten. Het is één kans aangeraakt wat er was. En nu gaan we richting de fietskar, want we gaan naar de Aldi. Om van iets halen. Nee, niet aan andere mensen fiets komen. Ga naar de fietskar. Hier lopen we in zijn park. Nee, dat hebben we niet door. Loop maar door. Dit was wat je in de kamer moet doen. Stoppen. Stoppen, stop, stop. Stoppen. Hier parkeren. Hier parkeren. Dit hebben we nodig. Dit hebben we nodig. Naar de kast. We zijn nu in de dierenwinkel. En, nu het eten bourbond. En we gaan hier de hooi halen. Dus we gaan eens kijken wat we kunnen hebben. Allee. Weet je al waar je moet zijn? Dat is voor de pakkettenplek. We gaan hier pizza maken. Ik kan dat wel eens een keer doen, zeg maar. Ik moet dat niet doen. Ja. Weet je nog waar het ligt? Met de konijntjes, waar zitten de konijntjes? Waar zitten de konijntjes? Je moet een beetje doorwandelen, dan ga je ze vinden. Iedereen, iedereen en zo, iedereen. Iedereen. Mooi hè? Zo'n deurtje. Prachtig. Je ziet de konijn er al in zitten. Nee. Maar we hebben een kort. Allee, doorlopen, wij moeten naar de konijnen. We moeten stoel hebben. Allee, op. Ja, hier zitten ze, die konijntjes. Ja, niet zo, die dingen doen niet. Nou, rustig laten zitten. Hier zitten hamstertjes. Konijn, schoon hè. Echt op zijn poep. Even kijken. We moeten hooi hebben, nog altijd. We moeten nog altijd eten hebben voor de konijn. Allee. Mama komt die halen straks. Dat zijn de konijntjes. We zijn even kijken daar. Allee. Nu heb ik bijna heel de winkel gezien.
Pasen zeker met de dierenwinkel. Hé, wauw, hé. Voor de wolf. Voor de hond. Allemaal eten. Kijk. En hij mag kiezen. Pak je één zak. Eén zakje pakken. Maakt niet uit welke dat je pakt. Maar je vindt eens met alles blij. Ja. Maar één zak moet je pakken. Eén zakje. Pak maar één zakje. Dit en zijn we. Kom, gaan we naar de kassa. Die op het nu buiten is het minder warm. En onze muffin is aan het genieten daar. Echt aan het genieten. We zijn nu nog de botermelkpap. Staat nog in de microgolf hier. Het is ook altijd heel lekker. En het is net van mijn grootmoeder. Is dat. Dus dat gaat heel lekker zijn. Vond je het een leuke video? Zeg je duim omhoog. Geen abonnee. En morgen. Ik loop mijn grote held langs en dan gaan we proberen filmen, dus ik hoop dat de camera de batterij niet plat is.